klant en man. En je loopt rond op de bouwbeurs. Leg uit. De eerste, we lopen hetzelfde gebouw, we branden dan naar de kant van de provincie. Mm-hmm. Dus we zijn eigenlijk wel degelijk heel veel op de bouw. En dan is de interesse van de bouw is natuurlijk wel de eerste die is er. Daarnaast is het, zoeken we naar dingen die heel interessant zijn op de bouwbeurs of vanuit de brandende provincie. Dan moet ik zeggen dat dit jaar wat minder is dan andere jaren. Dus een of tegengekomen zijn wat brandweer in de roostertjes en wat de brandweer in de kit. Mm-hmm. Maar de andere jaren kwamen we ook wel meer tegen over brandmeldsystemen en meer van dat soort zaken. En dan was het volgens mij wat meer interessant. Brandweer in het gras kwamen we daar tegen. Ja, dat is dit jaar wat minder. Valt een beetje tegen wat er voor u vanuit de ja, vanuit de brandpreventie wel. Ja. Dus, maar u heeft wel al interessante dingen gezien? Ja, sowieso. Kijk, je bent ook geïnteresseerd in bouwen, omdat je ook op de bouw rondloopt. Mm. Dat lopen kijken voor systemen van energie terugwinnen. Dat is ook heel, heel interessant, want dat kun je voor jezelf ook gebruiken. Ja. Ik heb zelf zonnepanelen en een zonneboiler. Ik doe hier mijn collega's vergeten krijgen dat hij ook zoiets gaat nemen en ik laat het wel zien. En je ziet dat het de tijd dat ik er niets gekocht heb en het nu is dat het toch weer innovaties zijn en dat het verbeterd is. Ja. En is er nou één concreet ding dat je heeft gezien vandaag waarvan je zegt van nou daar wil ik nog wel eens wat meer over weten, dat vond ik echt interessant? Nou, we hebben hier, dat is wel interessant voor ons, we hebben hier een bedrijf dus zijn we tegengekomen die middels iPads controles kan doen, dus dat wij via elektronische weg tekeningen mee kunnen nemen op de bouw, maar ook onze bevinding op de bouw weer terug kunnen zetten in dat systeem. Ja, ik heb het een keer gekeken met mijn collega van de brandweer en liep ook een bouwinspecteur die hier rond. We hebben laatst een keer teruggegaan en hebben nog samen met hem een keer gekeken. En daar willen we nog wat meer mee doen en we kijken of dat mogelijk is dat we binnen de gemeente in Helmond dat kunnen krijgen. Ja, dus die app, die automatisering, dat is voor u het meest interessant op dit moment. Ja, een iPad de bouw op. We hadden vroeger zo'n systeem met een PDA'tje, maar dat is verouderd en dat werkt niet helemaal zo goed. Mm-hmm. Maar die bij die iPad en het systeem wat die meneer liet zien, dat was echt heel interessant voor ons. Okay.